251 TV is vanavond bij het Soccer Squash Matchday Open 2017. Dit is voor de eerste keer, Andy, maar hoe heb je het kunnen bereiken om de top van Nederland al hier voor het eerste toernooi naartoe te halen naar Beverwijk? Hoe heb je dat gedaan? Ik ben goed bevriend met de nummer 1 van Nederland. En ik speel vaak met al die jongens een potje. En ik heb gezegd van nou luister jongens, we gaan ons eigen toernooi beginnen samen met mijn compagnon. En zo hebben we onderling iedereen gevraagd of ze mee wouden doen. En uiteindelijk hebben we de sterkste van Nederland gekregen. En ze komen van heinde en ver vandaan, hè? Ja, Eindhoven, Breda, overal eigenlijk in Nederland. En hoeveel deelnemers doen er mee? Op dit toernooi doen er 32 mee. En we hopen volgend jaar, als we nog doorgaan, 64 te halen. Oké, dan wordt het helemaal een groot toernooi. Dan wordt het een traditie. Ja, we hopen van wel, ja. Het lijkt hartstikke leuk. Wat vind je het mooi van aan soccer squash, wat jou betreft? Het is een mooie combinatie tussen squash en voetbal. En mijn achtergrond is voetbal en ik vind het wel leuk om tactisch een potje te spelen. En op deze baan ben je individueel bezig. Dus als het fout gaat, ligt het aan jezelf. En dat is het leuke, zodat je niet iemand anders de schuld kan geven. En je hebt evengoed techniek en conditie nodig. Ja, je zou het niet zeggen, maar het is wel zo, ja. We gaan vanavond kijken naar de finale. We staan hier in het Hol van de Leeuw, waar straks de finale gaat gespeeld worden tussen Niels van Huistede en Arno Kensen. Arno, jij bent natuurlijk de spreekwoordelijke underdog, want je moet tegen de Nederlandse kampioen spelen. Wat ga je ervan maken, denk je? Nou, het is dat ik heel positief ben ingesteld en altijd denk dat ik een kans heb. Dus het is altijd moeilijk en meestal verlies ik. Maar ik heb altijd wel de hoop dat ik toch kan winnen. Anders dan, Jullie zijn elkaar wel eens meer tegengekomen, maar je hebt één keer van hem gewonnen? Ja, ooit een jaar of drie geleden denk ik, het Haarlem Open in de finale. En het is ook volgens mij de enige keer dat Niels in de officiële wedstrijd heeft verloren, als ik me goed kan herinneren. Dus daar ben ik wel trots op. Niels staat bekend om zijn techniek en traptechniek en mentaal misschien wat zwakker. Hoe ga je hem bij strijden? Ik ben niet helemaal mee eens. Hij is mentaal ook oersterk. Alleen, ja, als hij achterkomt, wordt het wat minder. Maar het probleem is dat hij niet vaak achterkomt. Dus dan wordt het natuurlijk voor mentaal ook weer wat makkelijker voor hem. Maar hij is compleet en maakt weinig fouten. Dus je moet continu druk zetten. En als je zelf niet helemaal 100% bent, maak je gewoon geen schijn van kans. Dus, Jij bent gedoodverfde favoriet. Je bent Nederlands kampioen al 5 keer. Dus, maar jij gaat het toch niet onderschatten. Dat ga ik zeker in doen en zeker niet bij Arno. Hij staat niet voor niks in de finale natuurlijk. Dus, en Arno is een speler die af en toe raar uit de hoek kan komen opeens zijn beste spel laat zien. Dus ik ben gefocust. Wat is jouw specialiteit om zo ver te komen, 5 keer Nederlands kampioen? Wat is jouw beste eigenschap wat soccer squash betreft? Ja, ik heb inderdaad al stakken trap en het allerbelangrijkste vind ik is geen fouten maken. Dus als ik de druk erop kan houden, dan maakt de tegenstander de fouten. En ook kan ik dat gelijk. Niels van Huistede, van harte gefeliciteerd met deze 3-0 overwinning. Ik moet zeggen, de eerste set maakte Arno het je nog heel moeilijk. Ja, absoluut. Ik denk dat ik zelf niet mijn niveau haalde. En Arno haalde zeker een goed niveau. Dus ik kneep hem eventjes. Maar goed, het is best op 5. Dus dan heb je nog even tijd om het goed te maken. Arno, jammer dat je verloren hebt. Maar het zat er niet meer in, hè? Nee, buiten dat hij gewoon super goed speelt, raakte ik ook steeds verder vermoeid. We zagen het, werken, dus ja. Jammer, maar we hebben ons best weer gedaan. Oké, jongens, hartstikke mooie pot. En nogmaals gefeliciteerd, Niels. Dankjewel.